De verkiezing van jeugdambassadeurs heeft nog steeds niet plaatsgevonden. Het ministerie van Sport en Jeugdzaken liet eerder via het NII weten dat de verkiezingen uiterlijk 26 januari zouden worden gehouden. Het ministerie en het Nationaal Jeugdparlement zaten echter niet op één lijn ten aanzien van een aantal organisatorische aspecten, waardoor de verkiezingen geen voortgang vonden op de geplande datum. NJP-voorzitter Kelvin Konicki zegt dat het ministerie en het jeugdorgaan een middenweg moeten vinden om een nieuwe datum vast te stellen. We hebben nog geen duidelijke punt en richting die we moeten gaan nu. Vanuit het ministerie, het vakministerie Sport en Jeugdzaken, is het namelijk zo dat er dagen waren opgelegd. Dat zij denken dat de verkiezingen eruit moesten komen. Vanuit het Nationaal Jeugdparlement hebben we een andere mening daarover. En vandaar dat we nog niet helemaal eruit zijn. Wij hopen dat we heel snel kunnen gaan tot een oplossing, wat nu nog niet in zicht is. En zolang we zo ver zijn, dan denken we dat de verkiezingen krijgen. Ja. Maar dat is nog niet helemaal in beeld. We zijn beide aan zet. Het gaat om iets dat we samen moeten doen. En op dit moment is het namelijk zo dat het altijd vanuit het ministerie wordt gedaan. En wanneer jongeren in de positie zijn dat ze ook mee gehoord moeten worden en dat ze ook moeten participeren, dan kan je nooit zeggen dat de bal ligt bij iemand. Het is samenspraak, het is samenwerking. We moeten gaan voor partnerschappen. En dat is ook wereldwijd gevraagd, is een global issue. Dat wij proberen samen dingen te formuleren en samen te komen tot argumenten, standpunten. En ook de verkiezing is iets dat we samen moeten gaan organiseren. Konicki is zich ervan bewust dat de verkiezingen zo snel mogelijk moeten worden gehouden. Suriname moest namelijk in augustus 2018 het voorzitterschap van de CARICOM jeugdambassadeurs vervullen. Dit kon echter niet, omdat er nog geen nieuwe jeugdambassadeurs in Suriname zijn gekozen. Konicki vindt echter dat dit geen druk mag leggen op interne zaken van het NJP. We moeten het eerst gaan ordenen, we moeten het gaan reguleren. En op het moment dat we dat hebben gedaan, dan denken we dat we ook dan terug kunnen kijken naar CARICOM. Want ik denk dat even hoe de strenge voorschriften zijn vastgesteld bij CARICOM, zo moeten er strenge voorschriften vastgesteld zijn binnen het instituut. Om dan die twee zaken te kunnen balanceren, om uiteindelijk de resultaten te boeken die wij als samenleving willen, maar ook als Nationaal Jeugdparlement. Tot zover NJP-voorzitter Kelvin Konicki over de jeugdambassadeursverkiezingen die nog gehouden moeten worden. Het ministerie en het NJP moeten daarvoor een datum bepalen.